die ons land bezoekt. En wat is dat dan, dat Marken toch zo boeiend maakt? Nou, als u er nog nooit geweest bent, dan heeft Joop Scheltens u dat over 7 minuten haarfijn uitgelegd en laten zien. Dit is de Gouwzee bij Monnikendam. Ginds aan de horizon ligt Marken, waar je vroeger alleen per schip kon komen. Nu is er een dijk naartoe. Maar als je nou op een mooie zomerdag naar Marken gaat, is het toch veel leuker om van Monnikendam te gaan met de kajuitboot Prins Willem-Alexander. Je moet op Marken maar goed om je heen kijken, want niemand komt je wat uitleggen. Er zijn geen stoeten toeristen met een gids of zo. Zelf kijken en ontdekken dat Marken volstrekt uniek is in de wereld. Zo'n 100 jaar geleden ontdekte de Franse reizende schrijver Henri Havard de zeesnotenboom uit die dagen, de Zuiderzeestadjes, die tot zijn grote verrassing bevolkt werden door mensen in klederdracht en, zoals in Marken, altijd bedacht waren op hoog water en daarom hun huizen op palen hadden gebouwd. En hun huizen allemaal groen hadden geschilderd, met, als je het geduld voor had, een wit streepje bovendien. Het is er nog allemaal. De Zuiderzee was tot de afsluiting in 1932 een verraderlijke binnenzee. Dus woonden de mensen van Marken op palen of op terpen die hier werven heten. Soms staat de achterkant van het huis op palen en rust de voorkant op de kop van de dijk. Die Fransman had met zijn verhaal een eclatant succes. Iedereen wou het met eigen ogen zien. En de toeristenstroom is sindsdien niet meer gestopt. In het begin waren het natuurlijk de zeer vermogenden die de reis naar het afgelegen eiland konden maken. Maar nu komt de hele wereld en kijkt vertederd rond. Marken bestaat dus echt. Voor veel buitenlanders zouden Marken en Volendam het stereotype beeld van Holland gaan vormen. Het is natuurlijk onzin, maar het is nog steeds zo. Hier zijn de 3 soorten huizen. De huizen op de werven. De huizen op palen, waarvan de benedenruimte later werd gesloten. En de huizen van na de afsluitdijk in 1932 gewoon veilig op de begane grond. Zoals hier op de Kets staat het sindsdien allemaal een beetje rommelig door en naast elkaar en alles groen met een wit streepje en rode pannendaken. De traditionele houtbouw vond zijn oorsprong in de overvloed van hout in de 17e en 18e eeuw. Amsterdam was de belangrijkste houthaven in de buurt. En ook in het feit dat er een heel leger vakbekwame timmerlui uit de molen en scheepsbouw rondliep. Bovendien hoefde men voor de lichtgewichthuizen niet te heien, al staan de meeste wel op een gemetselde fundering. Marken is een paradijs voor de kiekjesmakers. Iedereen komt altijd met zulke plaatjes thuis. Holland dus.
Wat nu Kerkbuurt heet, was vroeger, heel vroeger dan, een klooster van de Premonstratenser monniken die de eerste dijken bouwden nadat de Sint-Juliaansvloed in 1164 van Marken een eiland maakte. Het zat namelijk daarvoor gewoon aan Noord-Holland vast. Zo'n wandeling over Marken levert zulke aardige beelden op. Iemand die trots haar schatten in de vensterbank zet of iemand die roept: hebben jullie mijn huis gefilmd? Komt mijn huis op de televisie? Ja, mevrouw. Alsjeblieft. Dit is de hoofdstraat van de Kerkbuurt en we ontdekten dat er toch nog een kleur bij hoorde, rood. Maar niet meer dan een biesje. Het leek wel of ze altijd aan het schilderen waren op Marken. En we vroegen de schilder ook naar die witte strepen en hoe dat nu toch zat. En hij zei, als je op stand woonde, hoorde er een witte bies bij. Als u het mij vraagt, woont iedereen op stand op Marken. Groen met witte strepen en in klederdracht. Traditiegetrouw. Dag, mevrouw. Aanstaande zondag kunt u de mooie plekjes in Marken weer zelf ontdekken. Vanaf 12 uur kunt u de routebeschrijving van de puzzelwandeltocht afhalen bij de klompenmaker op het parkeerterrein van Marken. Door een paar vragen te beantwoorden maakt u dan ook weer kans mee te dingen naar de fiets die de AVRO iedere week onder de deelnemers verloot. Gisteren in Dordrecht is deze fiets gewonnen door de heer J. Jespers uit Breda. En de troostprijs, het ontdek je plekje boekje, is voor de heer of mevrouw M. van den Borg uit Dordrecht. Zoals altijd.